Song, are you hungry? Yes. You like to have shawarma? Yeah. Okay. Come and help. Hello, Song. Good morning. Yeah, you like shawarma too, eh? Yeah, like you like shawarma? Yeah, and you? Good morning to all the Dutch viewers and Belgian viewers. I'm going to speak a little bit in Dutch. Mist u ook zo de Nederlands-Belgische hap en woont ook in Azië, dan heb ik voor u de oplossing. Holland Belgium House Pattaya, de delivery all over Thailand. En van preiboer, kool, kroketten, frikandellen, spinazie, rode kool, noem het maar op. Alles is te krijgen bij Holland Belgium House Pattaya. En ik ga vandaag een shawarma maken en ik laat u zien hoe dat gaat. Dat hebben we er weer ontzettend veel zin in. Oké, we starten met de shawarma. Make sure you don't film this. Open the back. Yeah, and just because it's already like all spiced up, you just put on the gas. Make the pan a little bit hot. Open the back. And put it a little bit lower. Sorry for my pen, this is the jungle rock and roll, no girl in the house. It's a clean pen, not the nicest pen, but it's the only pen. So it's only the proof that you can cook everything, even with a pen like this. Yeah, just put it on and just let it cook. Out of the light from here, just in the light, make sure there's a little light coming, so you're on the way. In this way, because there's some more light in it. Okay, it's a terrible pen, and I'm really sorry, Eric, for that. But what comes out of it is delicious because of Holland Belgium House Pattaya. Okay, and we just let this go a little bit. And you know the trick about the bread, yeah? You get the bread delivered like this. Yeah, and it's like hollow inside. And it's very difficult for me always to get it up so you can open it and the filling goes in. Normally it dries out everywhere. But Eric makes it like this. But you have to make a hot fire, little bit oil, and just burn it like hot. And then it's going to be like a ball. Yeah, and then later you cut it open. And you put all the meat in there, everything you want, salad, cheese, oh, it's delicious. De shawarma broodjes worden geleverd per 3 of 4, dat is de keuze aan u, met een pak voorbereid shawarma vlees, al gekruid. Dus wie niet slim is, moet dom zijn. Dus waarom zou je makkelijk doen als het moeilijk kan? Dus je haalt een pakje, een broodje uit het pakje, en dan je moet het even op een speciale manier opbakken, zodat hij lekker oppoft. Oké, dus je doet de shawarma in de pan. Sorry voor het pannetje, het ziet er niet uit. Maar het werkt wel. Ik woon in de jungle en geen vrouw in huis. Het is schoon, maar het is een junglepan en het is de enige pan die ik heb. Dus daar hebben we het maar mee te doen. Dus je maakt eerst lekker het shawarma vlees aan. Ik gooi er zelf altijd een beetje maggi in en een beetje extra zout, want ik hou van zout. En ja, en daarna als dit klaar is, dan poffen we het broodje en vullen we het broodje op. Oké, vaak ja, en wat het is, dit shawarma broodje, dat is hol van binnen. En mijn probleem altijd is, als je het in de pan doet, dan droogt het uit, valt het uit elkaar. Maar deze zijn zo gemaakt dat je, als je ze hard en met hete temperatuur opbakt, dat ze oppoffen. En dat je hem lekker kan opensnijden en lekker je broodje kan opvullen. Het is allemaal van Holland Belgium House Pattaya. Ze leveren overal in Thailand. Binnen 2-3 dagen is het daar deep frozen. Zo, dat is echt een aanrader. Dus Google Holland Belgium Pattaya. Holland Belgium House Pattaya. En daar kan je ze vinden. En dan zie je al hun gerechten. Heerlijk hoor. Ik hou van zout. Ik gooi er altijd een beetje extra zout bij. Dat zou ik niet herhalen, want ik ben een zouteter. Ik vind het lekker met een heel klein snufje maggi. Maar dat is omdat ik niet spoor. Ik ben ook niet normaal natuurlijk. Nou, pak je het even lekker warm, heet op.
Oh, wat ruikt dat lekker, hè? Het ruikt lekker, hè, zo? Mm-hmm. Oh, zo. Deze sausen, die kan je gewoon letterlijk bijna drinken. Dit is homemade knoflooksaus, zigeunersaus. Nou, wat ik nu ga doen, normaal shawarma, dat eten we met knoflook. Ik gooi er alvast een heel klein beetje bij. Dat het een beetje verdeeld is al. Ja? En dan een klein beetje zelfgemaakte zigeunersaus, ook door Holland Patte, ja. Gewoon even een klein beetje zo. En dan roeren maar. Nou jongens, het spannetje maakt het heel onsmakelijk, maar het is zo lekker. Shawarma! Je lijkt shawarma, hè? Zo. Ja. Is nice, hè? Nou, make it very hot. Dat het echt lekker warm is, want daarna gaan we het broodje maken. En dat is heel belangrijk, hoe je het broodje maakt. Gisteren lukte het me erg goed. Dus ik heb een trucje door, Erik. Zo. Nou, dat gaat goed komen. Oké, gas laag. Even een doekje om het pannetje op te pakken. Ja. Kijk, doe ik even bij de aardappelen, want daar heb ik straks andere plannen mee. Dan leg ik even al de shawarma hier. En dit is goed voor twee broodjes, hoor. Ik heb er nu maar één, maar doe ik even als voorbeeld. Dus het moet goed gaan. Kijk, er zit nog een heel klein laagje olie in de pan. Of niet schoon te maken. Want dan houdt de kruiden de smaak. Heel klein beetje maar. En goed heet maken. Ja, dan pak ik het broodje er even bij. Wat nu van belang is, is dat je er even bij blijft. Je gooit het broodje in een echt hete olie. Heel klein beetje, het mag wel echt geen laagje zijn. Het moet echt een beetje nat. Je gooit hem erop. Je hoort het al. Ja, en dan gooi je hem gewoon hoog even. Maar blijven bewegen. Want het brandt zo aan. Het moet echt goed heet. Dus blijven bewegen, blijven bewegen. Zie je hoe snel het gaat? Dan flip je hem om. Oké, dan gooi je hem weer goed heet. Je gaat even push it out. No problem. Oké, goed heet houden die pan. Ja, en zorgen dat dit niet aanbrandt. Want hij zit zo vast, zie je. Blijf het bewegen. En goed heet houden. Echt heet, maar niet dat het allemaal aanbrandt. Maar dan moet je erbij blijven. Flip hem weer om. Dat moet natuurlijk niet vet worden, hè? Want als het druipt in het vet is niet goed. Met echt een klein beetje olie om hem niet te laten aanbranden. Nou, dat wordt lekker heet zo. Even laten gaan. Gaat het gas weer uit. En heet maken. Zie je, het gaat gelijk aanbranden als je hem niet beweegt. Dan flippen we hem weer om. Dat is heet, maar dat geeft niet. Kijk, dan komt hij langzaam. Komt hij omhoog. Komt er lucht in. Tussen het broodje. Jezus, hij komt omhoog al. Zie je hem poffen? Een beetje lager weer. Echt heet moet het zijn. En omdraaien. Ik heb zelfs nog minder vet. Eigenlijk bijna geen vet. Het is echt een klein laagje. Kijk, daar komt hij aan. Sorry nogmaals voor mijn keuken. Maar ja, dat hoeft u niet van te eten natuurlijk. Maar ik heb wel. Maar we helemaal niks aan. Kut. Ja. Maakt niet uit. Lekker heet. Kijk, nou, het is zo goed als klaar.
Kijk, dan krijgt u. Ja, hij is een beetje omhoog gekomen. Laat hem even afkoelen. Dan leg hem hier even bij. Zo. En dan laat hij het even afkoelen. Ja, en wat ik altijd doe, is gooi het nog even terug in de pan. En dat het lekker heet blijft. En dan ga ik zo langzaam het broodje opensnijden. Dat is zo lekker, jongens. Zo, nou, dat blijft wel warm. En dan. Het broodje. Het is het beste om het toch nog even te laten liggen, want het is nog een beetje heet. Ja, laten we daar maar even mee wachten. The bread, yeah? What you do, you make a hole, and you see your inside. Yeah, and you cut it open carefully, but only half. So, you see, you have like a, you can make it, fill it nice up, you see? It's exactly like you have to do it. Okay, let me take the shawarma. Yeah. And you just fill it up like this. And then again, you can use it for two, because if you have two sandwiches, it's easy to fill up. But now we just make an extra big one. Yeah? Then halfway, come, you put a little bit sauce, garlic sauce. Yeah, I like it, so I put a lot. Yeah, and then the red sauce a little bit. Also, Van Holland Belgium House. Put a little bit in, or as much as you want, obviously. And keep on filling it up. Sorry for the mess, girls. Cat. Yeah, and then some more sauce, and there's your shawarma sandwich. Let it go in there. Look at this, eh? Oh, cannot get it better than this. Holland Belgium House shawarma. So you see, I cut it in two already. One for my son, one for me. Now, how perfect is that? You can put some sauce on the side, and they are ready to go. Holland Pattaya, Holland Belgium House Pattaya. You can find them on the dark side and Google them. Holland Belgium House Pattaya, the best you can have. Okay, now so, you try. You tell me what you think. Two hands. Yeah, a little bit better trying. Good? Good. Yeah, this is Dutch, but you like it? It's special? I can see you like it. It's good. Now, everybody, if you'd like to order, contact Holland Belgium House in Pattaya, and they deliver everything you want. You'll see that in the next episodes. Goodbye. Goodbye.